Welkom bij een nieuwe video uit de serie Interessante Aandelen. Een serie waarin we elke maand gaan kijken naar nieuwe interessante aandelen. En een serie die heel erg populair is, want ik heb heel veel berichten ontvangen de afgelopen week waarom hij nog niet online stond, omdat het normaal de eerste video van de maand is. En nu zijn we alweer een weekje verder, maar het is zeker een video die we elke maand blijven doen. Alleen vorige week had ik het interview met Madelon Vos. Aangezien het over crypto ging, wilde ik dat zo snel mogelijk online krijgen, omdat er heel veel kan veranderen in een korte tijd. En daardoor is de agenda een beetje aangepast. Dus ik probeer gewoon telkens de eerste video van de maand ongeveer de interessante aandelen te doen. Nou, in deze video gaan we dus ook weer kijken naar interessante aandelen. Twee stuks om precies te zijn. Dit is geen aankoopadvies. Ga altijd nog zelf je onderzoek doen. Altijd even belangrijk om te zeggen. Dit is puur wat ik interessant vind, wat mij interessant lijkt en waar ik zelf ook nog onderzoek naar ga doen. Maar tot zover deze intro. Laten we beginnen met de video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. En voordat we naar de aandelen van deze maand gaan kijken, gaan we eerst altijd even een maandje terug. Welke aandelen had ik toen benoemd en hoe heeft de beurs het de afgelopen maand gedaan? Laten we beginnen met de AEX. Daar zien we dat het eigenlijk best wel prima is gegaan. Daar zien we een plus van 4,2%. Kijken we dan naar de S&P 500, de Amerikaanse beurs, een plus van 4,4%. En het aandeel dat ik vorige maand had besproken was CM.com met tickersymbool CM.com. Nou, dat heeft het erg goed gedaan de afgelopen maand. We zien daar een plus van maar liefst 30%. En dat heeft er wel mee te maken dat het aandeel is opgenomen in een index. En daar dan natuurlijk extra interesse is gekomen. Dat mensen of fondsen het bedrijf automatisch gaan kopen als ze die index volgen. Een beetje hetzelfde eigenlijk als wat we bij Tesla zien. Alleen hier werd het in een wat kleinere index opgenomen. Terwijl Tesla in de S&P 500 wordt opgenomen. Maar dit heeft eigenlijk wel hetzelfde effect. Maar dat was dus een terugblik naar de afgelopen maand. Laten we nu vooral vooruit gaan kijken naar interessante aandelen die we interessant vinden voor de toekomst. En het eerste aandeel dat ik wil gaan behandelen is Apple met tickersymbool AAPL. En de reden dat ik voor Apple kies heeft natuurlijk te maken met de AirPod Max die gisteren zijn uitgekomen. Want iedereen kent de AirPods wel. Die oorlapjes van €150 tot €270, €270. Heel erg populair en de omzet alleen uit AirPods al is vaak groter dan enkele grote namen. Want het gaat letterlijk om miljarden. Maar ja, dat gaat alleen maar toenemen de komende tijd. Want met de AirPod Max, daar is de verkoopprijs hier in Nederland €629 voor deze koptelefoon. En met deze marges die Apple maakt, is natuurlijk de toekomst. Ja, daar wordt ontiegelijk veel geld gaat er verdiend worden. Dus daar wil je zijn als belegger. En nee, dat is niet de reden waarom ik voor Apple kies trouwens. Het is wel echt trouwens het aandeel Apple dat ik wil gaan behandelen. Maar dat heeft een totaal andere reden. En dat heeft juist te maken met de M1-chip. Want misschien heb je het al wel gehoord of gelezen in het nieuws. Het was namelijk best wel groot nieuws. We weten natuurlijk al jarenlang dat Apple met de chips in de iPhone en de iPad die ze zelf maken gewoon heel erg goede chips hadden. Maar dat is nu verbeterd en deze komen nu ook naar in het eerste geval de Mac Mini en verschillende MacBooks. In de presentatie van Apple zag dat er natuurlijk heel erg goed uit. Heel erg goede prestaties, maar dat is natuurlijk logisch in de keynote vanuit Apple zelf. Dus toen ik eenmaal reviews zag op YouTube van andere YouTubers die juist dus deze producten gingen testen, was ik best wel onder de indruk. En zeker toen op Black Friday, mijn oude iMac was inmiddels 7 jaar oud, daar maakte ik nog al mijn video's op. Alleen de laatste paar weken had ik regelmatig op de vrijdag, als het er echt toe doet met het laatste nieuws, dat ik wat problemen had om die video op te nemen. Ook op dat moment had ik wederom problemen en toen dacht ik van, laat ik maar snel een Mac Mini gaan halen, want ja, ik wil gewoon vooruit kunnen. Ik wil gewoon video's kunnen maken. En dat is tot nu toe gewoon telkens heel erg goed bevallen. Kijk bijvoorbeeld naar de video van Madelon Vos. Het interview wat ik met haar had. Dat is een video van ongeveer 52 minuten. Daar had ik wat problemen met de audio. Ten eerste met de opname, maar ook met het exporteren. Ging er ergens iets mis. Dus ik heb deze video van 52 minuten verschillende keren geëxporteerd. Dat is me 4 keer gelukt in een uur. Dus best wel een lange video en zeker waar ik het voor nodig heb, video's bewerken, is deze Mac Mini gewoon heel erg effectief. En ik ben niet de enige die daar enthousiast over is. Zoals gezegd, op YouTube zijn al heel veel reviews te vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen die het product al kopen. Want kijken we naar dit nieuwsbericht over de verkoop in Japan. Daar zien we juist dat Apple eigenlijk het marktaandeel wat ze hebben met de computerverkopen heeft verdubbeld in de 2 weken. Na de introductie van deze M1-chip van ongeveer 14% naar 27%. En natuurlijk heeft dat ermee te maken dat het een nieuw product is. Dat mensen hier misschien wel op zitten te wachten. Of juist een aankoop die ze voor volgend jaar hadden gepland nu wel naar voren halen.
Maar ik denk dat zeker een groot gedeelte hiervan ook wel blijft hangen. Dat het ook naar andere landen gaat. En dat de omzet vanuit Mac dus ook groter wordt voor Apple. Want zoals gezegd, de laatste 5-6 jaar of zo maakt Apple dus al zelf zijn eigen chips. Of ontwerpt ze in ieder geval zelf voor hun iPhones, voor hun iPads. En inmiddels dus ook voor verschillende Mac-producten. En je ziet gewoon dat daar heel erg veel progressie in zit, heel veel innovatie in zit. Dat zien we ook in dit overzicht. Daar zien we eigenlijk een vergelijking tussen de chips van Intel en degene van Apple. En we zien gewoon dat Apple elk jaar grote stappen maakt. En Intel juist een stuk minder. In de laatste 5 jaar heeft Intel zo'n verbetering van ongeveer 28% gemaakt. Terwijl Apple eigenlijk 198% verbetering heeft in diezelfde tijd. Dus we zien gewoon dat er heel veel innovatie is. En de verwachting is dat Apple deze innovatie nog wel door kan zetten de komende jaren. Intel heeft het dan weer een stuk moeilijker. Ze zijn eigenlijk al een beetje ingehaald door AMD met hun Ryzen processors. En nu dus ook door eigenlijk Apple zijn ze ingehaald. Dus hier zit vooral de toekomst. Intel heeft het heel erg lang goed gedaan. Maar ze konden uiteindelijk niet meer bieden waar Apple naar op zoek was. Dus het zal denk ik een moeilijke tijd worden voor Intel, wat eigenlijk gewoon marktleider is. En juist een goede tijd worden voor AMD en Apple. Dus juist daarom vind ik het zo'n interessant aandeel. Omdat ik echt denk dat dit maar het begin is. Dat de komende jaren er nog veel meer op doorontwikkeld kan worden. En dat we dus echt weer echt innovatie gaan zien wat betreft processoren. En kijken we naar de omzet van Apple, dan is dat ongeveer 275 miljard. 28 miljard euro daarvan komt van Mac-producten, dus onder andere dit soort computers. En ik denk ook dat dat de komende jaren gaat toenemen, nu zo'n 10%. Maar ik denk dus dat dat groter gaat worden, dat meer mensen interesse hierin gaan krijgen. Want dit is misschien wel het beste wat je de komende tijd kunt gaan krijgen. Maar ik denk ook dat juist omdat ze nu zelf die ontwikkeling in handen nemen, dat ze weer een stukje competitiever worden wat betreft prijzen. Dat zien we trouwens ook terug in de prijzen van MacBooks. Kijken we naar een MacBook met een Intel processor, dan is die ongeveer, precies zelfs, €2129. Terwijl degene met een M1-chip €1909 is, oftewel zo'n €220 goedkoper. En in dit geval mijn Mac Mini, die begint bij €799. Dat is ook de versie die ik gewoon gebruik. Dus dat is gewoon een heel erg aantrekkelijk bedrag om video's mee te monteren. Dat is gewoon heel erg interessant en ik denk ook zeker een aanrader voor degene die, als jullie ooit willen gaan beginnen met video's opnemen of een YouTube-kanaal beginnen bijvoorbeeld. En ondanks dat het dus goedkoper is dan met de Intel-versie chip, denk ik dat Apple ook gewoon meer winst maakt. Misschien nog niet meteen op dit moment, maar zeker op de lange termijn wel. Omdat ze juist de ontwikkeling, de processen, het productieproces helemaal zelf in de hand hebben. En niet afhankelijk zijn van Intel, die natuurlijk ook geld moet verdienen op deze chips. Dus de verkoopprijs is lager, waardoor je er waarschijnlijk meer gaat verkopen, omdat het interessanter is voor een grotere doelgroep. Terwijl je waarschijnlijk ook gewoon meer winst maakt per product. Dus de winst op de lange termijn zal alleen maar gaan toenemen, lijkt mij. En kijken we dan even naar de koers van Apple, want die ligt op dit moment zo rond de $125. De verwachting van analisten is een koersdoel van $130. Dus daar is niet zo heel veel op te verdienen, lijkt het. Aan de andere kant, we moeten ook rekening mee houden dat de fair value vaak zo rond de $70 tot $80 wordt ingeschat. Juist omdat Apple en eigenlijk heel veel tech-aandelen dit jaar vanwege corona gewoon heel erg populair zijn. Er is heel veel vraag naar, maar misschien zijn ze daardoor juist wel overgewaardeerd. Kijken we echter naar de EPS, de earnings per share, oftewel de winst per aandeel. Daarvan zijn de verwachtingen dat die de komende jaren gewoon heel erg gaan toenemen. Dus dat is al heel erg interessant, dus ook om te beleggen op de lange termijn. En behalve die M1-chip zijn er nog een paar andere redenen waarom ik Apple een interessant aandeel vind. Ten eerste natuurlijk vanwege hun grote kaspositie. Ze hebben 190 miljard aan geld gewoon in het bedrijf zitten. Dat is heel erg interessant om juist te investeren om dit soort producten verder te innoveren. Dat alleen de voorsprong nog maar groter wordt. Of juist om overnames te doen. Het is natuurlijk heel erg makkelijk als jij bijna €200 miljard achter de hand hebt om snel een bedrijf over te nemen. Hoef jij geen externe partij geld te gaan halen. Terwijl misschien iemand anders dat wel moet doen. Jij kan snel handelen en dus snel een overname doen. Dus dat vind ik al een heel erg groot voordeel van het bedrijf Apple. Maar denk ook bijvoorbeeld aan hun nieuwe product of hun nieuwe dienst Apple Fitness Plus. En het gaat hierbij dus wederom om een abonnement. Als persoon is dat niet zo heel leuk, want je wilt eigenlijk zo min mogelijk abonnementen hebben. Zeker omdat de omzet of de kosten elke maand terugkomen. Aan de andere kant, als je een belegger bent, dan is een abonnement juist heel erg interessant, omdat deze omzet juist iedere maand terugkomt. Dus dat is een beetje hoe je het bekijkt. Dus kijk het nu vanuit de beleggerskant.
Dat is heel erg interessant. Ik denk ook zeker dat fitness heel interessant is. Op de korte termijn, nu al. Vanwege corona zitten heel veel mensen thuis te werken. Die willen bewegen. Maar zeker ook volgend jaar willen ze juist misschien wel extra gaan bewegen. Misschien gaan ze niet meer naar de sportschool. Misschien gaan ze juist wel naar de sportschool, dat weet ik niet. Je ziet gewoon dat fitness en denk beweging heel belangrijk wordt. En daar speelt Apple nu heel erg goed op in met dit abonnement. En ze integreren dit product of deze dienst ook gewoon heel erg goed binnen hun ecosysteem eigenlijk. Binnen hun ecosysteem. Want je hebt natuurlijk Apple Fitness Plus. Maar dat is dan weer gekoppeld bijvoorbeeld om te gaan kijken via je iPad. Aan je Apple Watch kun je alle bewegingen bijhouden. Je hartslag, je calorieverbranding. Dus het werkt gewoon heel erg goed samen. Dus als je op een of andere manier in het Apple ecosysteem zit, dan weten ze ook altijd wel manieren te vinden zodat jij erin blijft zitten, dat je meer geld uit gaat geven daaraan. En juist met dit soort diensten, daar zijn de marges gewoon heel erg hoog. Dus de omzet van diensten neemt gewoon heel erg toe. Maar juist omdat de marges heel erg hoog zijn, is dit super interessant. En tenslotte hebben we natuurlijk nog de iPhone, het grootste onderdeel waar de omzet van Apple vandaan komt. We hebben inmiddels dus de iPhone 12. Heel erg populair ook wederom. Populairder dan de verkoopaantallen van vorig jaar, hebben ze vanuit Apple zelf al gezegd. En juist de duurdere modellen lijken ook populairder te zijn. Dus de Pro of de Pro Max zijn het, geloof ik. Maar de verkoopaantallen voor het huidige kwartaal, het laatste kwartaal, Q4 voor ons. Volgens mij het eerste kwartaal van Apple is dat in het boekjaar. Is gewoon heel erg populair. Veel verkoopaantal en juist van de duurdere modellen, misschien ook wel juist vanwege corona, dat mensen nog wat geld over hadden, wat ze niet hebben uitgegeven aan een vakantie, maar dan juist nu wel uit willen geven aan een telefoon. Dus ook dat hoop ik dan bij de volgende kwartaalcijfers te zien, dat juist de winst vanuit iPhones weer extra is toegenomen. Kijken we op dit moment even naar mijn portefeuille bij de Giro. Ik ben nu ingelogd en we klikken hier op portefeuille. Dan zul je zien dat ik afgelopen week zelf al 15 aandelen van Apple heb gekocht. De koers is nu rond de $124. Zelf heb ik er net geen $122 voor betaald, dus ik sta al wel een beetje in de plus. En ik denk ook wel dat ik de komende tijd mijn positie uit ga breiden. Als we het aandeel zelf nog gaan bekijken en we kijken even naar het laatste jaar, dan zien we natuurlijk wel dat ze een enorme stijging hebben meegemaakt. Van, laten we zeggen, een jaar geleden 66 naar nu dus eigenlijk gewoon verdubbeld. We zien hier nog wel een piek. Dat heeft vooral te maken, die werd volgens mij hier aangekondigd, dat er een stocksplit aankwam. Dat het koers van het aandeel eigenlijk zo hoog was dat ze dat naar beneden wilden brengen, zodat het interessanter werd. Nou, we hebben wel gezien hoe interessant dat was. Dan valt die altijd weer een beetje terug. Dus het is nu een beetje zoeken naar wat de juiste koers is. Ik heb in ieder geval nu een kleine positie genomen. En ik ga gewoon de komende tijd kijken van wanneer is het juiste moment om deze positie uit te breiden. Een beetje rekening houden met corona en met die stocksplit. En eigenlijk gewoon een beetje de dollar cost averaging toe te passen. Mocht je nou zelf ook dit aandeel willen kopen, ik heb het dus via de Giro. En dat ga ik ook zo houden, omdat ik juist dit aandeel wel voor de lange termijn wil. En je kunt dan eenvoudig hier het aandeel kopen. En een link naar de Giro vind je trouwens onder deze video terug. Dus mocht jij nog geen account hebben bij de Giro, dan kun je via die link een account aanmaken. En op die manier, het kost jou niets extra's, maar je helpt op die manier wel het kanaal. Dus dat zou ik erg waarderen. En even kort tussendoor, vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken, maar je helpt ook zeker het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En mocht je nou zelf meer van dit soort video's willen zien, maar je bent nog niet geabonneerd op het kanaal, ik maak elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik dus onder deze video op abonneren om nooit meer een video te missen. En dan gaan we nu kijken naar het volgende aandeel. En het volgende aandeel is niet zo heel veel in het nieuws, niet zo spectaculair of een grote ontwikkeling zoals we bij Apple zagen, maar misschien juist daarom wel heel erg interessant om op te nemen in je portefeuille. En dat aandeel is Microsoft met tickersymbool MSFT. En dit aandeel heb ik in de video van afgelopen maandag over eToro ook al even kort besproken. Ik heb het toen als voorbeeld gebruikt in die video. En toen ook al gezegd dat het zeker een aandeel is waar ik interesse in heb. Nou, waarom is het dan een interessant aandeel? Ik denk omdat het eigenlijk op dit moment gewoon best eerlijk gewaardeerd is. Zeker ten opzichte van concurrenten. Ze doen het op dit moment heel erg goed. Maar ook de verwachtingen voor de toekomst zijn gewoon nog heel erg goed. En zoals gezegd, het is denk ik best wel eerlijk gewaardeerd vergeleken met concurrenten. Microsoft is zeker dit jaar erg gestegen, maar de stijging valt dan wel weer mee als je, zoals gezegd, met die concurrenten gaat vergelijken. Kijk nou bijvoorbeeld naar de cijfers van het laatste kwartaal, ook heel erg belangrijk om die mee te nemen. Dan valt de waardering ook wel mee, want kijken we naar die cijfers, dan zien we een omzet van 37,2 miljard, oftewel een plus van 12% in het laatste kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar dus.
een winst van bijna 14 miljard. En dat is een plus van maar liefst 30%. En de winst per aandeel komt uit op $1.82. We zien vooral veel groei bij bijvoorbeeld de Azure Cloud diensten. Daar zien we 48%. En daar zit natuurlijk ook heel erg veel marge op. Cloud doet het sowieso al erg goed. We zien daar een plus staan van 20% bij Microsoft. Ook Xbox. We hebben nu te maken natuurlijk met een nieuwe generatie. Dus nieuwe consoles, nieuwe games die eraan zitten te komen. Nu al een plus van 30%. En ik denk ook dat de komende kwartalen gewoon een heel erg goede groei zien hier in dit onderdeel. En LinkedIn bijvoorbeeld, ook een onderdeel van Microsoft, een plus van 16%. En veel van deze groei heeft waarschijnlijk of natuurlijk te maken vanwege het thuiswerken met corona. Ik denk ook wel dat dat de komende tijd zo zal blijven. De overstap naar clouddienst is nu juist versneld geraakt. Dus als we dan straks eenmaal weer terug mogen naar kantoor, zal het niet zo zijn dat we dan juist van clouddiensten afstappen. Omdat die overstap is al gemaakt en je gaat niet zo snel weer terug. Zeker ook de clouddiensten hebben gewoon voordelen. Veel bedrijven waren er misschien al over na aan denken. Maar juist vanwege corona zijn we gedwongen om sneller die overstap te maken. En ik denk ook zeker dat thuiswerken eigenlijk nog de nieuwe norm wordt, het nieuwe normaal. Ze zeggen al in Nederland dat 2 dagen per week thuiswerken, dat eigenlijk het nieuwe normaal wordt. En ik denk ook zeker dat het in andere landen gaat gebeuren. Dus juist als mensen regelmatig thuiswerken, zullen we gebruik moeten blijven maken van deze clouddiensten. En verder heb ik eigenlijk niet zoveel opvallends of interessants te melden over Microsoft. Maar misschien juist daarom dat het wel weer interessant is. Een bedrijf dat niet heel erg gehyped wordt omdat het continu in het nieuws is. Maar gewoon een bedrijf dat eigenlijk niet opvalt, maar gewoon heel erg goed presteert. En daarom dus juist interessant is om in ieder geval als onderdeel te hebben in je portefeuille. Zoals gezegd had ik het aandeel van de week ook al even via eToro bekeken. En hier zien we eigenlijk de koers van het afgelopen jaar. We zien dat zeker ook Microsoft te maken heeft gehad met die dip begin dit jaar. Maar naderhand best wel goed hersteld is. Alleen heel veel andere tech-aandelen zijn echt omhoog geschoten. Terwijl Microsoft nu een beetje zo tussen de $200 en $220 blijft hangen. Wat ook interessant is om hier bij onderzoek, daar zien we eigenlijk wat analisten denken. Ook dat heb ik al eerder verteld in die video. We zien dat eigenlijk 100% van de analisten, en dat zijn er 22 stuks, eigenlijk allemaal zeggen van koop het aandeel. De koers is nu $216, maar zij zeggen ja, het gemiddelde prijsdoel is $248, oftewel bijna 15% in de plus. En zelfs het laagste koersdoel van $235 is nog altijd hoger dan de huidige koers. Moet natuurlijk niet alleen maar uitgaan van wat analisten roepen, maar het is zeker wel interessant om dat mee te nemen in je onderzoek en eventueel ook te gaan kijken, de artikelen te lezen waarin zij die koersdoelen noemen en dan te lezen waarom ze dat juist zo vinden. En ook ik zit er dus aan te denken om een positie te nemen in het aandeel van Microsoft. Ik ga dat waarschijnlijk doen via eToro, dat ik het aan de ene kant een beetje op de korte termijn vast wil doen en eventueel op de lange termijn ook nog wel, maar ik weet nog niet precies, daar ga ik nog even iets verder onderzoeken wat en hoeveel ik dat wil doen. Maar zoals gezegd, ik denk dat dit geval, omdat het meer op de korte termijn is gericht en ik natuurlijk eToro wat verder wil testen, ik het via eToro ga doen. En waarom ik voor eToro kies, nou daar heb ik afgelopen maandag dus een video over gemaakt, een review. Daar kun je eigenlijk zien waarom ik het als nieuwe broker naast de Giro wil gaan gebruiken. En ja, ik ga dus nog verder testen, maar het eerste, het ziet er gewoon heel erg goed uit. Mocht je nou ook willen gaan beleggen via eToro of juist die video willen bekijken, links daarvan vind je trouwens ook weer onder deze video. En kijk even of het dan ook bij jou past. Ik vind het heel erg interessant omdat ik juist aandelen wil kopen. Dan is het heel erg interessant. Ik heb nu een paar kleine posities genomen. Maar zoals gezegd, dat wil ik de komende tijd uit gaan breiden. En daar zal ik jullie ook zeker van op de hoogte houden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het weer een leuke, interessante video vond. Misschien heb je er weer wat van geleerd. Zijn er bedrijven die jou ook interessant lijken? Ga dan zeker onderzoek doen naar deze bedrijven. Heb je nog suggesties, tips of andere dingen? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. En dan wil ik je wederom bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dus zeker een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie leuk vinden. Maar dat je ook op die manier het kanaal wilt helpen. Want meer mensen krijgen deze video te zien. Wordt aangeraden door YouTube. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd? Zoals gezegd, ik maak dus 3 video's in de week over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik eventueel op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag weer bij de volgende video te zien.